is een bijzondere dag. En ik ben heel vereerd dat jullie hier met zoveel mensen zitten. In 2002 waren een paar mensen die lector waren hier. En jij was een van de eerste lectoren bij Fontys Hogeschool. Kijk eens, dat zijn wij. Een pionier is toch wel iemand die als een van de eerste een bepaald gebied betreedt. Zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen. Nou, als ik kijk naar pedagogiek en destijds diversiteit en orthopedagogisch handelen in een bepaalde context, dan zou je wel kunnen zeggen dat dat toch een terrein is waar nog niet veel over bekend was. Je hebt ook landelijk flink wat betekend, ook voor jeugdzorg en diversiteit, door mee te schrijven naar het nieuwe opleidingsplan, hè, voor de opleidingen. En met name het jeugdparagraaf, ook voor pedagogiek heb je enorm veel betekend. Niet alleen voor de toekomst met de verlengingsaanvraag, maar door ook het strategisch plan. Door mee te denken ook in de strategische overleggen met onze teamleiders. En ook om door dit weer voor elkaar te krijgen. Het allerbelangrijkste is dat we samen met ouders en kinderen van alle achtergronden op zoek blijven gaan naar goede ontwikkelingskansen voor onze kinderen. Jolanda, ik wil jou heel erg bedanken voor de samenwerking afgelopen jaar, maar ook heel erg voor jouw bijdrage aan dit nieuwe vakgebied eigenlijk. Dus daar wil ik je ontzettend voor bedanken. Ik ga dus met een gerust hart hier weg. Ik ga af en toe in Italië zitten en daar zeggen ze... Tocca a voi, hè? Nu is de beurt aan jullie.